maandag mochten jullie weer open. Toen jullie weer open gingen, wat gebeurde er toen? Het was gelijk heel erg druk. Telefoontjes na de persconferentie, minuut daarna, kregen we echt al superveel berichten. En toen hebben we alles alweer volgepland voor de komende tijd. Onze klanten komen uit heel Nederland. Echt overal vandaan eigenlijk. België ook. Duitsland ook. We hebben best wel een klantenkring opgebouwd in de afgelopen jaren. Vandaag gaat Patty verder met de dromen vangen. Die ik eigenlijk op de zijkant van mijn been heb. Dus die gaat ze afmaken. En hopelijk snel verder. Vanwaar de keuze voor een dromenvanger? Het past eigenlijk wel heel goed bij de stijl die ze al tatoeëert op mijn been. Ze heeft bijvoorbeeld ook heel mooi. Achter u hangt hij ook aan de muur. Is een eigen schets van haar. En het is eigenlijk allemaal een beetje in dezelfde stijl. Een beetje indianen, dromerig. Fantasie ook een beetje. Ik heb in het verleden veel grafische opleidingen gedaan. Aangenomen op kunstacademie. En daaruit bleek dat ik eigenlijk tekenen heel erg leuk vond. En schilderen heel erg leuk vond. Maar ik wist nooit echt wat ik daarmee moest doen. En toen kwam tatoeëren op mijn pad. En zo is het begonnen. Ik kreeg eigenlijk een keertje de vraag of ik een tattoo wilde zetten bij iemand. En ze hebben gezegd. Is goed, maar heb ik nog nooit gedaan. Maar is prima. Heeft tatoeage ook te maken met een levensstijl? Waarschijnlijk voor een heleboel mensen. Voor mij is het een vorm van expressie. Ik vind het gewoon heel erg mooi. En ik ben dat bewust eigenlijk gaan laten doen door Patty rond mijn 30ste. Ja. Niet iedereen kan tatoeëren. Je moet het echt wel in je hebben zitten. Je moet ook echt een opleiding daarvoor volgen, in de leer gaan en het vak heel serieus nemen, vind ik. Dit teken, het is Mata Christina, Molukse vrijheidsstrijdster. Ja. Dit is het dienstnummer van mijn opa. Die was knilmilitair en die is in de jaren 50 naar Nederland gekomen. Met zijn hele gezin, zoals heel veel knilmilitairen. En dit is een ode aan mijn opa.